Emmen Cambuur is een wedstrijd en mij orde bekenden. Likas Ruud Berger en Rodney Cairo. Vorig jaar nog actief van de Ljouwertus. Dit seizoen trocht de FC Utrecht verhierd on Emmen. Bij Cambuur is Johan Abma skorst en stiet Robert Loontjens voor het eerst van zijn blessure weer eens in de basis. Cairo, mij het balbezit onder de jochterkont. Krijgt een soort rondte van Loontjens voor het Jan van de Vastzet en Donny de Groot 1-0. En na 4 minuten voetbal zocht Cambuur alweer zijn eerste stoorn aan. Het is Donny de Groot, de topscorer van Emmen. Het is alweer zijn zontje in het doelpunt. De Vastzet trekt wat te heeg voor Ruud Berger, maar dan zit er nog Donny de Groot. En is het 1-0. Cambuur spelen de eerste 45 minuten net geweldig. Het middenveld wordt constant oersloin en de Lietse onvallers krijgen van Efteruut alleen nog maar lange ballen te verwerken. Er zit werkelijk geen lijn in en Dominique van Dijk, Loort, Derksen. Ze zijn ijs onzichtbaar. En Emmen speelt net volle better, maar steekt wel maar 1-0 voor. Dit is Furfaro, haalt Michael Ferrier farm. Maar Kim Wolde vaste Jan, die wordt dan mist en dan is daar Rodney Cairo. En met een droeve knal zwargert hij voor de 2-0. Rodney Cairo, hij scoort tegen zijn orenclub. En Cambuur speelt het dan misschien wel heel aardig, maar ze steekt wel maar 2-0 efter. Nog een keer de vastzet van Furfaro, wordt toch elke niet mist, maar net toch Rodney Cairo. We geven gewoon met 2 goalen weg en voor de rest viel het ook wel mee, vond ik. Maar ja, je staat weer met 2-0 achter, maar de tweede helft kan je goed maken. 2 penalties, nog een grote kans van Jan. En dan geef je het, ja, dus ik baal verschrikkelijk. Cambuur krijgt in die kansen niet waar de held, maar krijgt na het koffer krijgt Emmen dé mogelijkheid om de wedstrijd definitief op slot te gooien. Maar Donny de Rood weet hoe G net te passeren. Ik heb voortreffelijke redding van de Cambuur goalie. Dit is Bulsler. Vrot het hem toch de verdediging hinnen en wordt aan Dellijn toch arts. En een strafskop, zei het skierzochter Wiedemeijer. In twijfel mogelijk, Bulsler wordt jekken en dus een 100% strafskop. En geen gele kaart trouwens voor arts. Bruin maakt het aan het wam. Jan Bruin de topscorer en hij scoort. De onstuttingstreffer, 2-1. En wat kan Cambuur dan nog? Want de Ljouwertus hebben in de tweede helft een aardig oerwicht gecreëerd. Ek Leine Loort in de tweede helft, volle better als in de eerste helft. De facet van Loort komt bij Derksen. Bruin. En een miraculeuze redding van Barry Dietewig. Van Dijk. Derksen. Bruin. Wernij van Dijk. Van Dijk 16 meter binnen. Git dan voor de strafskop en die krijgt hij Ek. En Van der Linden had al een gele kaart, maar Wiedemeijer hoort nu een tweede gele kaart in de boezem. Nog een keer naar Shen, Bruin, Nij, Van Dijk. En Van Dijk gaat wel heel makkelijk del en het is eigenlijk net goed. Shen, Ot, Van der Linden, Van Dijk rekket. Maar de bal leidt wel op de stip. Bruin en via de binnenkant van de peel vlocht de bal er net in. Pech voor Bruin, pech voor Cambuur en zij bloot het 2-1.